brandt lekker. Mooi zo. Mooi zo. Nou, hier zie jij maar even aan doen. Gooien we even daar neer. Nou jongen, brandje goed. Even kijken. Ja. Oké. Oh. Voorlopig red jij het wel. Hè? Voorlopig red jij het wel. Nooit te veel meteen opgooien, want dan gaat hij zo weer uit. Goed zo. Nou. Goed zo. Ja, even kijken, waar heb ik die? Zie je pootje eraan, Louis? Als je zo meteen rondom heen brandt. Ja, dat goed zo. Goed zo, jongen. Gezellig. Nou. Slot van het bezoek aan de jachthut wil ik nog eventjes wijzen op allebei deze boekjes. Vrijbuiters van de Veluwe deel 1, Vrijbuiters van de Veluwe deel 2. Prachtige verhalen van Jack Gazenbeek over de Veluwe, over de stropers, de jachtafzieners en noem maar op het buitenleven. En wat het aardige is, dat deze twee boekjes boordevol met verhalen, maar 4,95 per stuk zijn. Dus nog voor allebei voor nog geen tientje. En dan heel veel leesplezier over de Veluwe. Nou, wat wil je nog meer? Je kunt ze zo bestellen als je op onze weblog kijkt. De Veluwenaar, de-veluwenaar.nl. Nou, en dan kijk je en dan staat er onderaan op een gegeven moment boekwinkeltjes.nl. Nou, dan klik je even op en er staan onze boekjes. Louieke. De boekjes van Louieke. Prachtige boekjes, nog veel meer natuurlijk, maar dit zijn echt hele mooie boekjes, Vrijbuiters van de Veluwe. Nu bestellen, want anders dan, voordat je het weet, zijn ze op. En dan gaan ze aan je neus voorbij. Nou, dat was het. Kijk vooral, blijf kijken en lezen op develuwenaar.nl.